De dodelijke schietpartij vond plaats in de nacht van 17 op 18 mei. Na een ruzie kwam daarbij een 25-jarige man om het leven. Bijna twee weken later wil de burgemeester de parkeergarages 's nachts dicht hebben wegens verstoring van de openbare orde. De eigenaar van de bank vocht dit besluit aan. Vandaag bij de rechter bleek er meer aan de hand te zijn bij de parkeergarage. De gemeente spreekt van een waslijst aan incidenten. Zo is hier eerder een schietpartij geweest. Hebben er meerdere vechtpartijen binnen plaatsgevonden? Zijn er wapens aangetroffen? En zou er zijn gehandeld in lachgas binnen in de parkeergarage? De gemeente spreekt dan ook van een criminele trekpleister. De gemeente wil eerst rust in de buurt en wil daarom de parkeergarage sluiten. De eigenaar vindt dat de verantwoordelijkheid voor de openbare orde niet in de schoenen van een ondernemer kan worden geschoven. Hij kan zich absoluut niet vinden in de beschuldigingen van de gemeente. Het raakt mij persoonlijk dat er een beeld wordt gecreëerd dat we criminelen faciliteren. We zijn geen crimineel broeinest. Het stuit me tegen de borst dat de politie hiervoor nog nooit bij ons is geweest. Toch oordeelde de rechter dus vandaag dat de bank vanaf vannacht elke nacht dicht moet voor onbepaalde tijd. De motivering van de rechtbank is pas maandag bekend.